We rijden mee met de eenheid Midden-Nederland in Utrecht op de Vleutense baan. Surviante Patrick en Raymond zien hoe een Opel-rijder zijn voertuig redelijk asociaal tussen het wachtende verkeer drukt. Ja, dan zet je hem zo neer, want ik wil er tussenin. En dan zet ik hem in de bocht, half op de weg. Ja. En ook bij de verkeerslichten is het weer raak, tot ergernis van andere weggebruikers. Ja, maar hij duikt hem er gewoon tussendoor. Ja. Daar zit hij er weer tussenin. Dat is toch wel even een praatje waard, of niet? Dat denk ik op zijn minst. En dat geldt ook voor wat betreft de volgende overtreding. Wat was het? Nou, dan krijgt hij toch even nog een bekeuring voor het rode licht. Ik denk dat hij nog goed wegkomt met al zijn fratsen. Ga hem stopteken geven, ja? 40 wat? Oh, nee. Ja, dat is toch. Het verkeerspolitie. Ja, ik weet dat. Het gaat niet verkeerst. Ja, ja, dat is heel mooi. Ik zou graag even je rijbewijs willen. Ja, die heb ik niet namelijk. Want ik kan alleen nu rijden, want ik mijn vriendin geen eten. Weet je de camera dus, Oké, heb je geen rijbewijs? Nee, ik heb niet. Zeg geen eten. Het is haar auto namelijk. Ja, maar heb je helemaal geen rijbewijs? Nee, ik heb helemaal geen rijbewijs. Oké, dan hebben we een probleem. Ja, een legitimatiebewijs graag. Het is haar auto, begrijp je? Ik ga alleen even eten. Zeg geen eten. Ja. Ik zei, ik moet hier. Dacht ik, ik ga gewoon even haar rijden. Nee, oké. Begrijp je? Maar ja, zoals je net rijdt, het slaat helemaal nergens op. Ik kom uit de McDonald's. Ja, dat zien we. We rijden al vanaf de McDonald's met je mee. Ik zag jullie aan. Ik weet ook dat het politie is, van snelweg politie, deze Audi. Ja. Maar ik kon niks, want die aan zou een auto in mij knallen. Ik dacht van, dan ga ik gewoon even eromheen. Begrijpt u? Ja. Ik weet, dat was een beetje te druk. Dan gaan we bij de volgende bocht en dan ga je er weer omheen. En dan ga je via de baan voor de bus. Nee, bij de bushalte? Nee, want ik moest daar eraf en toen zei mijn vriendin laat tegen mij van oh, dat is, je kan niet hier nadenken. Nee. Dat wist ik niet, want door die vrachtwagen wist ik dat niet. Toen zei ik ook door die vrachtwagen. Maar je weet het niet, want je hebt geen rijbewijs. Wat zegt u? Je hebt geen rijbewijs, nee, dus dat weet je ik niet. Nee, maar ik rij eigenlijk ook niet, maar ik ging alleen voor haar rijden omdat ze aan het eten is. Ja. Hey, en dan gaan we verder en dan rij je door het rode licht heen. Nee meneer, rood licht heb ik niet gereden. Ja, toch wel. Nee, echt niet. We hebben het op video staan. Ja, dus, kijken, maar ja, in ieder geval, je krijgt dus een bekeuring voor het rode licht. Nee, ik ben niet door rood licht gegaan. Je krijgt de bekeuring. Bekeuringen voor rijden heb je allemaal gelijk. We gaan zo even de beelden terugkijken of dat we het goed op beeld hebben staan. Maar we hebben in ieder geval gezien dat je door rood licht rijdt. Toen die vrachtwagen achter je reed. Dat is 500 euro. Blijf even zitten. Ja, ik wil kijken, toch? Nee, blijf even zitten. Ja, ik ben even met je aan het praten. Ja, nee, maar meneer, ik weet dat allemaal, begrijpt u? Oké. Okay. Ik zag jullie ook al, ik wist ook dat jullie politie waren. Het is allemaal al klaar. Ik weet wat u doet. Ik heb fout gemaakt. Zij zat aan het eten. Ik moest gewoon wachten. Klaar is nu al klaar. Begrijpt u? Dus ja, doe maar wat jullie gang van zaken is. Hoe jullie dat willen oplossen. Ik zit fout. Doe maar wat jullie willen. Nou ja, ik wil haar een pleziertje doen. Uiteindelijk ben ik degene die, die uiteindelijk nu dit is. Maar het is mijn eigen schuld. Doe maar. Oké. Okay. Ja? Maar dat komt door je rijgedrag dat je opvalt. Ja, is goed. Sowieso. Yes. Mag ik even die zin die door rood ben ik niet gegaan? Hoi. Hoi. Raymond. Ja, nee, maar kijk meneer, ik was al erover. Daartoe ging hij op rood. Deze auto hiervoor ook. Begrijpt u? Ja, kom op. Spoel ik hem even terug, ja? Kom even kijken. Oranje. Ja, zie je, kijk. Ik was daar al overheen. Rood. Ziet u dat? Kijk, daar ga je over de stad. Ja, maar als ik zou remmen, zou die auto achter in mij gaan. Dat zijn wij. We hebben ruimte zat. Nee, want ik keek naar achter. Ik dacht, jullie gaan misschien, dan kunnen jullie in mij. Maar ik was door, u zag oranje, toch? Ja, je moet niet voor ons denken. Kom op, meneer. Ik vind het heel aardig dat je voor ons denkt, maar wij rijden zelf en we remmen zelf op tijd. Kijk, meneer, hè? Let jij nou maar op dat rode licht, want dat vind ik veel belangrijker. Ja, tuurlijk. Maar meneer, kijk, die rode licht, hij was op oranje. Dat zag u ook toch met uw collega. U ziet dat. Ik zie dat nu ook op de beelden, toch? Zie je dat op de beelden? Ja, hij was op oranje. U mag terugspoelen, toch? Nou, dan doen we dat even, want daarom staat het gelukkig op beeld. Ja. Oké. Rood. Ja, maar hoe moet ik nu remmen dan? Gewoon, op de rempedaal trappen. En jullie? We ruimte zat. Er zit 15, 20 meter tussenin. We rijden, nou, pak een beetje 23 km per uur. Ik heb ruimte zat om stil te staan, hoor. Ja, maar hij was op oranje, dus ik reed hem al, begrijp je? Ja, ja. Dus daarom, ik dacht hij was... Ja, ik begrijp het wel, maar op het moment dat je de stopstreep passeert, is die toch echt rood? Maar ik was al bij het... Kijk, meneer, kijk, zit u hier die laatste vak van, van die invoegen? Dus dan ben ik al toch over? Nee, je bent pas voorbij het verkeerslicht als je over de stopstreep bent. Ja, is goed. Ja? Ja. Helemaal goed. Is goed, dankjewel. Merubi. Ja. We zitten toch met een groot probleem. Nou? Namelijk dat dit al de vierde keer is dat je rijdt zonder rijbewijs dit jaar. En je hebt al heel veel gereden zonder rijbewijs, ook daarvoor. Dat betekent dat je auto in beslag genomen moet worden.
Nee, echt serieus. Ja, echt serieus. Is dit mijn auto? Is toch haar auto? Ja, maar ja, dat maakt auto niet uit. Nee, kijk, nee, kom dat op, kan echt niet. Zo, u geeft mij zoveel boetes. Ja. Morgen is het schaapfeest, haar auto, pakt u ja van haar af. Ja. Nee, meneer, wacht even. Mijn auto kan ze niet zomaar meenemen als jij rijdt met rijbewijs. Ja, toch wel. Meneer, kom toch wel. Plas op jullie op de staat. Plas op hun. Ja, oké, okay, hey, op jullie. Ja. Mag ik het niet ja zeggen? Kijk maar naar, ik doe alles wat verkeerd is. Ja. Alles. Alles wat verkeerd is. Pak maar de auto, morgen heb ik een andere auto. Ja, dat weet jij. Doe maar. Ja. Doe maar wat jullie willen. Doe nou gewoon even lekker normaal tegen mij. Schijt aan jullie. Oké, okay, maar, ja, maar mag ik dat vragen? Kijk maar wat voor auto. Krijg ik deze auto nog op de truck of niet? Je krijgt hem terug. Vast wel. Een maandje krijg je hem terug. Twee weken. Morgen koop ik een andere auto. Mag je weten, huur ik een nieuwe auto. Ja. Ik net zie jou, die jij rijdt. Ik ben heel blij. Goed zo. Echt waar. Zeg gewoon, pak die auto maar. Ik ben een man. Ik ben geen vrouw. Nou, zoals je nu gedraagt, ben je een klein kind. Ja, een kleine kind. Ja, zoals je nu gedraagt, ben je een klein kind. Als je die auto wil meenemen, moest je mij zeggen, neem mee. Moet je niet... Dat is toch niks. Hey. Je hoeft mij recht voor de raap. Je bent gewoon ja man, je bent gewoon agent. Ja. Jij bent een klein kind, zoals je nu gedraagt, Brim. Man blijven. Goed werk gedaan. Fijne avond. Perfect. Maar niet helemaal goed. Succes, hè. Neem maar mee die auto. Deze bestuurder heeft een hele grote mond, maar als de officier van justitie met hem klaar is, zal hij vast een toontje lager zingen. Het voertuig wordt in beslag genomen en deze sympathieke jongeman zal zich binnenkort voor de rechter mogen verantwoorden.